Kermis in Bakel is er weer klaar voor. Ja, het is een van de vele kermissen die georganiseerd geworden, Francis van Gils, maar voor de Rips, Millhezen en voor Bakel blijft er toch weer iets speciaals elke keer. Absoluut, Bakel blijft het hoogtepunt van het jaar, hè? Sowieso. Wat hebben jullie dit jaar eigenlijk kunnen realiseren voor de kermisliefhebber? We hebben een heel interessant randprogramma. Ons doel is vooral ook om de kinderen te bereiken. Ik denk dat onze kinderen hebben de toekomst. Hè? En ik vind Bakel Kermis valt onder cultureel erfgoed. En ik vind dat we dat door moeten geven. Dus vooral gericht op kinderen. En dan komen de papa's en de mama's en de opa's en de oma's vanzelf mee. Is het veel werk geweest om de attracties deze kant op te krijgen? Nou, dat is eigenlijk een heel groot misverstand. Want wij kunnen niks eigenlijk met attracties. Het enigste wat ik kan is zeer liefdevol vragen of we een keer iets anders mogen. Dit jaar was er eigenlijk een probleem en de poliep staat nog in Polen. Die komt maandag pas terug naar huis. En daarvoor in de plaats heeft firma Rechter de booster neergezet. En daar ben ik eigenlijk ook super blij mee. Iets groots, qua beleving is de kermis nu ook groter als ooit. Hoe zien er de dagen eigenlijk uit hier in Bakel? We beginnen zo meteen met de opening. We hebben de vrijwillige brandweer van Bakel. En politie gaat met veel spektakel zometeen van de kazerne afkomen. Die hebben de burgemeester bij. Half vijf is het grote startsein en is de kermis los. Morgen hebben we de familiedag. Kleurplaat, superhelden, goede fotograaf, 200 cadeautjes liggen er bij mij klaar voor alle kinderen die gekleurd hebben. Maandag hebben we bijna traditionele, want dit is het vierde jaar, dat we scheurkaart hebben voor alle schoolkinderen. Dus maandag lopen er hier 530 schoolkinderen rennen hier maandag rond en die hebben de time of hun life, zeg maar. En dat is echt super leuk om mee te maken. Dinsdag is ook traditioneel. Dat begint bij het koningsschieten. Dus Frans staat dinsdag weer te schieten zelf. En ik hoop eigenlijk dat ik hem er niet afschiet, want dan heb ik een vet probleem. Want 's middags zijn wij hier druk bezig om alles in voorbereiding te zetten voor het vuurwerk van 9:45 's avonds. Dus eigenlijk hebben jullie, mag je constateren, een best een druk programma tijdens de kermis. Mijn eigen toko is nu anderhalve week dicht. De kermis is open. Ja, dan wil ik aan de kapper staan, mijn eigen lekker laten gaan. Nee, niks is dan vermint te dol, ja, we gaan weer aan de rol. Ja, dan wil ik aan de kapper staan, mijn eigen lekker laten gaan. Nee, niks is dan vermint te dol, ja, we gaan weer aan de rol.